Twee dagen voor het uitduel met ADO Den Haag traint Heerenveen in Tjallebert. Op het kunstgrasveld van VV Engwirden probeert de ploeg zich zo optimaal mogelijk voor te bereiden op de wedstrijd tegen de nummer 16 van de Eredivisie. We zijn goed bezig. We hebben gelukkig een geweldig mooi veld gevonden, Tjallebert. Ik wist niet dat hier in het dorp zo'n mooi veld lag, jammer genoeg. Want daar hadden we het wel eerder van gebruik van kunnen maken. Maar het ziet er top uit en ze hebben het voor ons schoongemaakt. Het is allemaal heel erg goed. En ben je ook voorstander van kunstgras? Ja, nu wel. Maar dat lijkt me logisch. Kijk, we hebben natuurlijk deze periode gewoon hartstikke slecht weer. Dus je kunt niks anders dan dat. En om altijd in het stadion te trainen, dan wordt het veld heel slecht van. Uiteraard. Maar hier ligt een prima veld en het is maar eventjes rijden. Tegen Willem II miste Heerenveen een aantal belangrijke spelers. Trainer Jan de Jonge kon niet beschikken over Victor Elm, Mika Vajrine, Oussama Asaidi en Brian van der Bussen. Maar de ziekenboeg is deze week langzaam leeggestroomd en al deze spelers zijn, zoals het nu lijkt, weer fit voor het duel tegen ADO. Ja, we zullen deze training afwachten, omdat we behoorlijk nog even flink wat gedaan hebben. Maar zoals het er nu naar uit lijkt, gaat het wel goed, ja. En Brian van der Bussen? Is ook weer fit, ja. En dus je gaat ook weer gewoon spelen? Dat zou kunnen. Ik ben fit, dus dat is positief nieuws. Ga je weer spelen? Ja, dus ik heb vanaf maandag meegetraind met de groep. Zondag was het al redelijk goed, maar we hebben toch nog gewacht tot maandag en het gaat goed. Ja, is het moeilijk om dan weer diezelfde vorm terug te pakken? Nou ja, dat is... Die vorm is er nog altijd en je moet gewoon maken dat je fit bent. En gewoon kopje leeg en gewoon knallen en dat ben ik van plan. De knieblessure die Michael Papadopoulos opliep tegen Willem II lijkt mee te vallen. Maar de wedstrijd tegen ADO Den Haag komt nog te vroeg voor hem. Dat wordt heel moeilijk. Het is een heel behoorlijke schop gehad. Maar gelukkig is het niet zo dat er van binnen wat kapot is. Nou, dat is het belangrijkste. Dus, maar deze week wordt het nog niet, nee. En dat betekent dat Gerald Cibon in de spits staat. Jan de Jong is er nog niet uit wie er linksbuiten speelt. Wordt het Asaidi, El Younoussi of misschien wel Paulo Henrique? Nou, volgens mij hebben we behoorlijke goede keuzes aan de linkerkant. Kijk, Paulo is wel heel erg goed in invallen. Dat is wel gebleken. En dat is ook de statistieken erop nawijst. Dan heeft hij bijna alle goals gemaakt als invallen. Dus dat zegt niet alles, maar zegt wel een beetje. En Osama, ja, daar hebben we ook van de week flink mee getraind en ook weer getest. Die maakte net ook een wereldgoal, zag je misschien zelf. We zullen dat rustig bekijken. We hebben nog een dag. Nou, het zou gewoon leuk zijn om een keer twee wedstrijden op rij te winnen. En dan zal je zien hoe snel we klimmen, want het staat allemaal heel dicht bij elkaar. Het is een heel belangrijke wedstrijd, omdat als wij een goede doen zijn, zijn we beter. Dat is duidelijk. Dus eigenlijk moeten we gewoon 3 punten pakken. Vorig seizoen had Heerenveen het lastig in Den Haag. Pas in de slotfase werd de overwinning binnengesleept door een treffer van Bonaventure Kalou. Het is de invaller die het doet. Bonaventure Kalou. Met zijn eerste doelpunt in dienst van Heerenveen.